Zo, eens even kijken. Oh, krak. Oeps. Gaat dat goed? Oké. Ik heb hier tot daar. Even de pagina. Ik heb het nou waar ik moet beginnen. Dus ik heb het nou waar ik moet beginnen. Even kijken hoor. Ik heb papier. Ik heb mijn lijm. Ik heb geen kwasten. Mijn kwasten. Die koffer staat in. Pasta. Heb ik. Dat ligt daar. Kleurtjes pak ik wel ter plekke. Oké. Dan. Ik wou nog wat doen, ja. Ik wou. Het is nog geen tijd, dus dat is wel handig. Ik ben net vroeg. Even kijken hoor. Die is misschien wel leuk. Er zijn ook vlindertjes. Goedemorgen. Ik ben nog even spullen aan het zoeken. Ik was nog lekker in de tuin aan het eten vanmorgen met Hubby. En toen was het ineens, het is al 11:30. Deze is ook wel erg leuk. Dus misschien doen we die wel gebruiken. Wat zeg jij, John? Wat gaan we gebruiken? Dit is ook wel leuk, hè? Want op dat ding, het is wel muzieknoten. Staat er niks van een klok? Er staat helemaal niks van een klok, maar ik vind het wel leuk. Tijd vind ik altijd wel iets hebben met scrapboeken. Achtergronden. Nee, die niet. Die is trouwens niet eens van mij. Even kijken. Die zijn we niet. Ik vind die klok wel gaaf. Of die. Deze? Oké. U zegt, wij draaien. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Ik ben nog even aan het zoeken. Ik heb het nou al warm. Echt. Niet te geloven. Goedemorgen, Sophie. He, gezellig. Zaterdagochtend. We hebben weekend. Zo. Ik wou zeggen, het zonnetje schijnt. Maar dat kwam net al met een rotgang naar beneden. Konden we gauw de was binnenhalen. Die hadden we net buiten gehangen. Ik sta in zoveel dingen in dubio over. Zal ik dat doen? Kijk, deze had ik ook gehaald. Helemaal leuk. Maar ja, om dat hierop te gaan verwerken. Het is wel kwetsbaar natuurlijk. Hè? Dus gaan we dat niet doen. Oké, ik heb wat spulletjes bij elkaar gezocht. Gaat dit weer weg? Nou, volgens mij heb ik nog lang niet alles. Geeft helemaal niks. Zoals jullie gewend zijn, ben ik nogal een rommelkont. Dus dat gaat lekker door elkaar. Goedemorgen. 11:03. Ik ga gewoon beginnen. Ik heb van de week gekocht een art journaling van Janine is Mindful. En waarom? Deze heb losse bladeren. En het is even een uitdaging. Ik werk normaal in dit formaat. Ga ik hem ook even open doen. Ik moet hier de koffer ook nog van doen. Maar ja, kijk het verschil. Ik vind het toch wel... Dit is echt wel best wel pittig hoor. Om het op een smal, lang formaat te werken. Ik werk wel graag in spreadvorm. Dat vind ik zelf gewoon erg prettig. Dus echt wel op, kijk, die is nog niet klaar. Die gaat ook vernieuwen, dat is mislukt. Maar dus echt wel op dubbele pagina's. Dat vind ik zelf of zelfs een heel vorm. Dit hoort eigenlijk allemaal bij elkaar als één pagina. Dus even snel er doorheen. Dus dat vind ik zelf erg prettig. Wat we nu gaan krijgen, is vierkant formaat. Nou, dat vind ik een uitdaging. Maar ook... kraftpapier.
en op zwart. Nou heb ik hier wel een idee op. Maar dat kraft, dat lijkt me heel leuk. Dat is echt wel weer een uitdaging. Wat ik moet gaan doen, is dus de buitenkant bekleden. Het voordeel met dit is, je haalt het gewoon lekker uit. En dat leg ik lekker veilig aan de kant. Dus dat ga ik even naar de huiskamer op. Leg ik even op de kamer. Op de kleine tafel. Nou is het voordeel dat ik zelf natuurlijk in de huiskamer werk. Dus als ik hard genoeg praat, dan kunnen jullie als het goed is horen. We gaan dus, deze kant ga ik dus vandaag doen. Hij kan niet plat. Dat is wel weer een nadeel. Gaan we dat oplossen? Ja, door de ringmap. De ringband zelf even buiten mijn tafel te houden. Ik denk dat dat een goed plan is. Ik had gekozen. Oké, John heb gekozen voor veilig. Dus gaan we ook voor de Janine Ask Art. Overnieuw voor de Janine's Mindful Collection. Gaan we dus ook gebruiken voor de koffer. Nou heb ik hier al water staan. Dan moet ik alleen nog een penseel hebben. Ik heb een kikker in mijn keel. Ik heb twee verkouden kids thuis. Heel gezellig. En zelf begin ik ook dat ik zeg van nou, ben ik blij? Nee. Even kijken. We gaan hier delen uithalen. Nou, dit lijkt me dat het één deel wordt. Ik denk dat ik de bloementak deels meeneem. Die zouden in een hoek komen. Die is al een groot deel opgevuld. Dat vind ik aan de ene kant best wel minder. Deze gaan we eruit halen. Vlinders halen we eruit. En ik ga toch de muziek er ook uithalen. Dat ga ik eerst doen. Ik ga stukken maken. Dan leg ik deze even aan de kant. Oh, en ik maak stukken door met een goeiemorgen met de penseel er gewoon langs te gaan. Een nat penseel, want dan scheurt je papier mooier. Je kan ook zeggen, ik knip het, een hoop mensen die doen dat ook. Maar dan krijg je dus scherpe lijnen, net als dat je hier door de buitenranden hebt. En het is gewoon lastiger om scherpe lijnen weg te krijgen met verf of met gesso. Dus ik maak het nat. Dan trek ik het er gewoon uit elkaar. En vezels zijn veel makkelijker weg te krijgen, zeg maar. Dan wordt het net of het een meer egaal wordt. Er gaat nog genoeg gebeuren op het ding zelf. Dus die trek ik er zo rondom af. Dan gaan we de randjes haal ik er ook af. En misschien zeg ik zo meteen wel als ik hem erop leg van nou, dat is helemaal niks. Dan wordt het groot en scheur ik hem gewoon door de midden. Ik ken mezelf. Ik stond in dubio tussen deze of tussen de winterafbeeldingen van Ciao Bella reispapier. Dat is echt een uitdaging, want dan werk je met rood, zwart en wit. Goedemorgen Karin, wat is je probleem? Je vindt het papier altijd zo mooi? Ja, tot je het in zijn geheel laat. Nou, dat dus. Ik heb dus ook een gigantische grote liggen van, ook van Stamperia. En dat is eigenlijk net zoiets als de nieuwe lijn van de Pink Christmas. Met een hertje. En die is 50x50. Dus het kan niet eens op een canvas. Maar ik wil hem het liefst niet aanbreken. Nee, aan de andere kant moet je het gewoon doen. Want je kan zoveel leuke dingen doen. Kijk. Ik vind hem leuk, maar ik ga toch die tak eruit trekken. Ik vind die tak vind ik echt een ontzettende leuke eyecatcher voor in een hoek. Zo. Dus ik scheur hem nu gewoon. Dat zijn twee delen. Want je wilt het toch een beetje kunnen opvullen. Niet dat je aan de ene kant heel veel hebt en aan de andere kant heb je helemaal niks. Dus dan haal ik de bloemen eruit. Maar ik snap heel goed wat je bedoelt, absoluut. Ik heb het ook vaak met gewoon met scrapbookpapier. Er zitten zoveel mooie papieren bij. Net als wat ik gisteren ook weer binnen heb gekregen, dat Oriental. Ja, ik vind het geweldig. En dan zou je dat moeten snijden en knippen en ding bij mij gaan. Het is gewoon niet eerlijk. Eigenlijk moet je dat gewoon niet willen en zo op kunnen plakken. Maar ja, verder kan je er dan niet zo heel veel mee. Die restjes die ik er nu afhaal, zoals dit. Ik bewaar het wel. Waarom wil jij niet helemaal door? Dus ik vind het van Janine's Mindful heel mooi, maar het pakt heel moeilijk water. Het is de bovenkant heel glad. Zo. Dus je moet het echt flink nat maken. Wil je nog goed kunnen scheuren? Kijk. Dit is wel een grote.
Dit bewaar ik dus. Nou, dit misschien niet, maar deze wel. Even vlindertjes. Die laat ik even met even, niet even, even met z'n tweeën. Kunnen nog uit elkaar gehaald worden. Hè? Dit is ook weer een stukje wat ik bewaar. Volgens mij ga ik weer heel erg mompelen. Zo. En ik wil de muzieknoten, wil ik ook. Niet omdat het nou zo gezellig is met al die muzieknootjes, maar puur voor de kleur. En dat is dus ook net de reden waarom ik dus die stukjes ook bewaar. Dit gaat weg. Mijn prullenbak staat weer bij mijn overbuurman, geloof ik. Oké, dan hebben we, dit gaat ook weg. Van het hele A4-vel, dit over. Hier gaan we dus nu een compositie mee maken. Nou, dat het nou een beetje nat is, is allemaal niet zo'n ramp. Oké. Waar ik nog wel een handje van heb, is hem dus, ja, zo moet hij liggen. Want ja, als je hem compleet hebt, dan ligt hij dus zo. Toch hem op zijn kop zetten. Dus echt even goed opletten. Gelukkig hebben ze dus, hier zie ik net de stempel. Dus nou weten we dus meteen hoe die dus moet liggen. Of hoe die dus niet moet liggen. Ik vind deze, vind ik leuk, in een hoek. Hier gaat die flap overheen. Ik vind dat dan leuk om de vlinders, even kijken hoor, ik zie op het beeld dat het bruine helemaal in beeld is. Doe ik expres, dan zie je wel de troep wat er allemaal naast ligt. En een stuk van mijn toetsenbord. Dat moet dan maar. Maar dan zie je tenminste alles in beeld. De vlinders ga ik denk ik hier doen. En dan doe ik deze aan deze kant. En dan doe ik de vlinders hier tussendoor. Plop, of de vlinders, lekkere vlinders, de rozen. Dan moet ik even kijken, hoe stonden de rozen? Stonden er zo op? Stonden die zo? Lijkt me niet. Het lijkt me eerder dat die zo stonden. Hier zit het klittenband, dus hier zou ik een gat in moeten maken. Gaan we meteen doen voor het klittenband. Dan weet ik ook meteen waar deze moet. Kijk, en dit vind ik dus wel heel zonde. Precies een mooi roosje. En dus voor het eerst ook de koffer doen. Ik vind het altijd heel griezelig. Want dat is je wel je eerste aanzicht. Zo. Kijk. Als die dan dicht is, gaat deze flap gaat hier deels overheen. Maar dat roosje laten we natuurlijk wel even terugkomen. En dan heb ik hier nog muzieknootjes. Nou, die kan ook wel in stukken. Hier kan wel een stukje muziek. Op de spine doe ik niet. Ik ga ik wel straks gewoon overheen met verfjes of met inkt. Ga ik niet overheen met washi. Ja, dit is eigenlijk vroeger het washi papier. Maar nu is het dus het rice paper. Ga ik er niet overheen, want dan gaat hij scheuren. De kans dat hij scheurt is groot. Hoe gaan we deze neerleggen? Aan de ene kant wil ik deze wel meteen weg hebben. Dus ik kan ook zeggen, ik leg hem zo. Hier zitten muzieknoten. Goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Iets overlappen zal ook geen problemen opleveren, denk ik. En dan hier ook nog wat muzieknoten. Dacht ik jou dan hier? Nee, ik ga jou daar niet in. Sorry. Even kijken. Dit vind ik ook niet echt super gezellig. Maar goed, dat hoort er nu eenmaal bij. Als ik hier nog een stukje afhaal. Lekker in mijn goedemorgen. Leuk dat je er bent. Is toch gelukt? Deze hier. En dan deze hier overheen. Nou, ik heb echt een hele irritante kriebel. Nu heb ik nog die twee kleine stukjes over. Dus die kunnen we zometeen gewoon ergens tussen proppen. Dan zie je van het hele A4'tje helemaal niks meer. Dit ga ik vastlijmen. En ik lijm dat vast met multimedia matten. Dat is van Ranger. Hij is bijna op. Kijk, kijk, kijk. Dat moet ik ook eigenlijk even op mijn kerstlijstje zetten. Tot ik deze dan meteen... Ik wou het meteen gaan doen. Kan niet, want het zit in mijn telefoon. Tot deze meteen aangevuld gaat worden. Ik heb nog een pot, maar
Even kijken hoor. Ga ik hem eerst erop lijmen? Of zal ik eerst alles in de gesso gooien? Wat zullen we doen? Ik denk dat we dat eerst doen. We gaan hem eerst even in de gesso gooien. Heel dun. Goed onthouden hoe het staat, want dat ben ik zo meteen weer vergeten. Die en die. Even kijken of ik het een beetje neer kan leggen, zodat ik het zo meteen een beetje kan onthouden. Gaat die daar naartoe. Die. Die. En die aan de zijkant. Leg ik hem hier neer. Nou, dit kan niet heel erg missen. En waarom ga ik hem eerst eens primen? Is een goed plan. En dat doe ik met een groot penseel. Grote kwast. Hij mag eigenlijk zelfs groter. En het hoeft niet zo heel erg wit-wit. Als je maar eventjes een dun laagje te pakken hebt. Sterker, je mag hem zelfs nog iets verdunnen als je wil. Ik doe hem wel even om het glitterbandje heen. Je hebt zin om te leren. Nou, weet je. Ik heb echt een bloedhekel aan school. Maar ik ben aan het lurken qua, ja, zo noem ik dat dan, op hobbygebied. En het is heel raar. Normaal als ik, nou heb ik vandaag dat niet gedaan. Maar normaal als ik online ga, ga ik altijd van tevoren naar YouTube. En waarom? Ik heb geen idee. Misschien is het toch om de extra... Ja, ik vind inspiratie altijd zo'n raar woord. Maar misschien wel om toch even de extra dingetjes eruit te halen. Of gewoon misschien ontspanning. Ik weet niet wat het is. Ik vind dat heel prettig. Dit is geen fijne kwast, zie je? Ik heb nog wat voor op mijn lijstje, John. De Multimedia Matte Gel. Ik ga zo meteen mijn laatste pot openen. We hadden het net onder het eten over kerstlijstjes. Normaal hadden die al ingeleverd moeten worden. Maar ja. Het is een beetje hectisch de laatste tijd hier. Het hoeft allemaal niet zo netjes dit, hè. Het gaat erom dat hij een basislaag krijgt. En dit is hele dikke. Ik gebruik trouwens de Heavy Gesso van Vinnebeer. Je kan net zo goed hiervoor, jawel, voor de Action gebruiken. Kan prima, maar daar heb ik geen zin in om die nu te pakken. Ik heb hem uiteraard ook. Die is wat dunner. Die werkt wat lekkerder, wat makkelijker. Ik vind dit helemaal niks. Ik ga een andere kwast pakken. Kijk. Zo'n slappere kwast, maar hij is wat breder. Ik had die even moeten vullen. Hij is echt heel dik. Zo. Kijk. Nou smeert hij beter. Ik zit meteen mijn arm ook onder te spetteren. Die kan er niet uit. Of kan die er wel uit? Weet ik eigenlijk niet. Zal dat kunnen? Gaan we niet doen. Dan krijg ik hem er nooit meer in. Of we daar ook iets mee kunnen. Zoek maar zo gewoon wat misschien iets leuks aan hangen. Of... Nou, het voordeel van de gesso is wel dat het heel snel droogt. Kijk, als het goed is, kan ik hier mijn handen weer redelijk opzetten. Voor de wat? Voor de dot? Voor de gesso? Het heet gewoon gesso. Het staat bij de verfartikelen. Je weet vast waar de hobbyartikelen staan. Als het goed is staat de verf ernaast. En het zijn witte flessen.
En het is van het merk Blijswijk of zoiets. Ik moest even kijken, want ik heb ook de zwarte ervan. Het is wat dunner. Het zijn flessen van ongeveer een, wat zit erin? Half liter, denk ik. Dus het staat ook grote letters op. Gesso primer, als ik het heel goed heb. Je ziet, normaal gaat dit dus sneller. Maar je ziet het echt. Het is echt, dit is een hele dikke. En dan wil het net even niet zo snel. Het maakt ook een lekkere herrie. Lekker mijn vingers ondersmeren. En het is maar dat er een laagje overheen zit. Zodat als we met water en met pasta en dat soort dingen gaan spelen zometeen. Dat dat niet meteen in de koffer zelf trekt. Daar is het voor. Nee, ik heb geen assistent naast zitten, John, die kwam van bovenaf. Dus vandaar dat ik het vroeg. Of eigenlijk vertelde aan hem. Dit niet, Dot. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Wat is Dot? Oké, dan ga ik even de dingen schoonmaken. Nou, ik ben weer bezig. Koetsje wordt ook weer wakker. De hele tijd ligt ze op de krabpaal. Als ik daar straks hier toe ga gebruiken, komt ze weer bij me staan. Zo. Het doek had ik ook nog niet. 1, 2, 3. Hoppla. Zo. Ik heb hierop met alcohol gespeeld gisteren. Kun je het zien? God, dat ding is niet meer schoon te krijgen. In alle beschadigingen, echt in elk kiertje, puntje wat hij gevonden hebt, dan hebt hij wel op dat inkt erin gezogen. Nou, Koetsje, komt je vriendje aan. Even een beetje aandrogen. Ik ga hem even harder zetten. Gaat sneller. Kan je heel gemakkelijk zien als hij dus niet meer glimt. Nou, is hij droog. Zo, dat dus. Even kijken, niet dat ik weer net als van de week mijn computer uitdruk. Hallo, daar ben je weer. Dag Koetsje. Zei ik toch, komt ze meteen bij me. Dat vindt ze. Ze vindt dat ding zo leuk. Ja, nu mag ze niet meer ermee spelen, hoor, want hij is nu toe warm. Oké, dat is gesso. Dan gingen we die dingen erop lijmen. En ik smeer de achterkant in. Dan plak ik de vlinders erop. Of het afbeelding waar je wil. En je gaat daar met dezelfde lijm over de afbeelding heen. Daarmee zil je de afbeelding op je achtergrond. Ik gebruik hiervoor de multimedia matten van Ranger. Dit is met een matte finish. Je hebt hem ook in glossy. Zorg dat hij goed vast zit. Dan gingen we de roze doen. Dit is, ja, daar lijkt het wel op. Ik haal hem dan bij craftsheets.nl. Eigenlijk bakfolie.nl, zo, daar leidt hij hem naartoe. Ja, je moet zien als een teflon iets. Er zit iets van de glasvezel zit erin. En het kan ontzettend heet worden. Tenminste, je kan er heel heet op werken.
En je kan er heel koud op werken. En het is gewoon, ik heb hieronder een glasplaat hoor. Dus het maakt op zich niet uit als ik erin snij. Maar ik vind het wel handig met verf en dat soort dingen, weet je wel. Dat kan gewoon. En je haalt er een doekje over en het is schoon. Nou, daar heb ik hem eigenlijk voor. Nog niet eens voor bescherming van de glasplaat, want dat doe ik toch niet. Want ze zijn toch al stuk. Doe. En dan hadden we deze. En deze ging hieronder. En dan ging deze daar. En nu heb ik hier nog een stukje. Nou weet ik niet waar die ging. Dus dat zien we straks wel. Even kijken. Deze ging zo. Ja, die gingen we een stukje, een klein stukje laten overlappen. Ik smeer hem juist in, zodat hij echt heel goed vast gaat zitten. Ik hoor gestommel op de trap, dus ik denk dat de kids er zo aankomen. Of ze zijn Fortnite spelen met z'n tweeën, dan loopt die kleine altijd helemaal de hele tijd heen en weer te rennen. Van de ene kamer naar de andere kamer. Hier ga ik een stukje afhalen. Oh, hij moet plassen. Ja, dat kan ook. We hebben boven geen toilet, dus dan moet hij naar beneden rennen. Zo. Hier ging ik een stukje af. Hij zit hier namelijk op het metaal van de sluiting. Op het gaatje, op dit gaatje. Ik vind hem goed. Zo? Ja, vind ik denk ik wel een goed plan ook. Kijk, zie je, als ik jullie weer niet had. Zal ik die iets schuiner zetten? Even kijken. Deze even afzien. Ik ga even naar zitten weer. Ja, doe mijn koetje. Ga maar lopen. Je hebt met dat minium gel heb je maar hele kleine kolorretjes nodig. Want je kan het heel goed uitsmeren. Je kan dat ook zien hoor. Op de camera zou je het denk ik niet kunnen zien. Maar in het echtje wel. Dan kan je heel goed zien waar je gebleven bent en waar je nog wel moet en niet moet. En vooral over het rijstpeper heen. Heb je nou nog geen rijstpeper, kan je dit ook doen met servetten. Gebruik dan alleen het bovenste laagje van de servet. Servet bestaat meestal uit drie lagen. De twee witte lagen en dan de kleurlaag. Werk heel voorzichtig. Servetten zijn nog erger. En kwetsbaarder nog de rijstpeper. Maar het is heel goed te doen. Heb ik ook gebruikt hoor. Gewoon leuk. Zo. Nou, hij is echt bijna leeg. Echt het laatste eruit schrapen. Dan hadden we de grote, die ging over dat gaatje, over het viltje, die ging in de hoek, dat kon niet missen, en dan gaat deze hieronder. Ik kan ook zeggen ik doe hem zo, maar ja, dan wordt het weer zo eentonig.
Ga ik toch weer samen. Het is een groot iets. Nou, ongeveer dit. Probeer ze ook echt zonder kreukels neer te leggen. Kreukels zijn leuk voor relief en voor structuur. Maar probeer je rijstpeper, je achtergrond vellen. Kijk, ik heb hem ook wel iets redelijk plat wegsmeren. Maar zonder luchtbellen of kreukels, dan is dat gewoon het mooiste om weg te werken. De bedoeling is namelijk dat dat in papier komt. Net alsof het erin hoort zitten, zeg maar. En dan moet ik zeggen, nou vind ik Janine er echt wel een kunstenares in. Hè? Die kan het vreselijk mooi verwerken. Zo. Zij heeft ook een bepaalde techniek om het achtergrond te kleuren. Lukt mij nog niet, maar goed, oké, je kan niet overal in één keer kunnen. Wil ik ook niet. Ik vind het is ook wel een beetje, je moet het een beetje eigen maken, hè. Nu zit hij niet vast. Ja, ik vind hem eigenlijk ook wel leuk worden. Nu al, kun je nagaan. Dit is in principe allemaal nog basis. Je bent nu alleen pas zijn achtergrond aan het kweken. We zijn nog niet eens aan het kleuren. Nou, mijn handen zijn alweer smerig. Zit alweer onder de lijm en die ellende. Hij is echt leeg. Nu krijg ik er echt... Oh, jawel, kijk. Precies het laatste friemeltje eruit. Pers uit mijn potje. Goed in die nerven. Ik hoop echt dat het pakt. Ja, kijk even. Wacht mee. Zit hij er goed in? Kijk, en dat vind ik dus zo lelijk. En dan zie ik hier een luchtbobbel. Die zit niet vast. Zo. Ik hoor een diepe zucht uit de kamer. Oké. Nou zitten ze wel vast. Die gaat in de verf. Of in de verf. Goedemorgen. In de... Ja, nou. In het water. Dit en dit. Oh, hoeft niet zo hard. Mijn prullenbak is niet leeg. Dat is absoluut waar. Ja, dat is absoluut waar. Het is ten eerste is het handwerk. En niemand, maar dan ook niemand, kan hem exact namaken. Want het is jou inderdaad een uniek stukje. Alles wat je zelf maakt is gewoon uniek. Niet na te maken. Ik ga hem heel even drogen. Niet schrikken. Doe ik wel nu even op de lage temperatuur. Nou ja, het is nog warmer. Ik doe het ook niet continu op één stuk houden. Want als ik dat doe, dan krijg ik bellen. Van de gesso. Die vindt het heel leuk om anders de lucht in te gaan. Hier zit de luchtbel. Kijk, en ik verhit hem nu wel. Het is niet dat ik hem helemaal droog blaas. Ik verwarm hem eigenlijk. Zodat de buitenkant eigenlijk een beetje droog is. Je ziet hem optrekken. Schouw die optrekt. Dan stop ik. Want dan is je warm zat om door te verhitten. Zo. Ga ik nu wel.
ik zat ondertussen te denken van ja, welke kleuren moet je hierbij gebruiken? Nou heb ik bij een bestelling, de hele tijd terug, kreeg ik deze acrylverf van Texco. Ik heb er nog nooit Art & Craft Productions, ik heb er nog nooit van gehoord. Volgens mij heb ik hem ook nog nooit gebruikt, nee. En dit is, zo te zien, wel een hele mooie lichtblauw. Even mijn vinger hierop. Kunnen we hier aan zien? Kijk, volgens mij combineert hij wel. Ik moet iets hebben met zeegroen. Oh, deze. Als ik hem dan aanleng met wit. Even kijken, hoe het kan hier nog meer bij. Blauw, groen, alleen dat. Nou, wit. Heb ik wit hier liggen? Heb ik ook hier liggen? Kan ik ook nog mengen met wit gesso. Ja, donker. Ik gebruik liever geen donkere kleuren hierbij. Even kijken hoor. Geel. Ja, geel met blauw eroverheen. Wordt ook weer groen. Ik denk dat ik hem met deze drie ga doen. Kijken wat het gaat worden. Ja, dat ga ik doen. Die ga ik even naar achteren zetten. Koetjes, ben je er weer? Even drinken tussendoor. Oké, wat gaan we doen? Ik ga straks stencilen. Want dat wil ik hiermee doen. Ik heb een hele leuke mask binnengekregen. Dit laat ik even drogen. Ja, dat ga ik eerst doen. Want ik ga op de voorkant deze zetten. Dit is van Wisienka. En kijk hoe gaaf dit is. Wisienka, dat is, ja, ze noemen het chipboard. Ik vind het eigenlijk meer kurk. Het is ook echt heel flexibel. Maar het is leuk. Ze hebben vreselijk mooi spul. En dat moet nog wit gemaakt worden. En daarna moet die zelfs nog op kleur gemaakt worden. Ik denk namelijk, ik weet nog niet hoe ik dat ga doen, maar het ook iets van goud erop ga zetten. Ik ga hem eerst wit maken. Dat doe ik ook weer met de gesso. Ik heb hier trouwens ook nog leuke vlinders. En nog leuke kleine vlindertjes. Dus die ga ik ook een paar van pakken. Wisienka is ook trouwens heel goed betaalbaar. Dit is echt... kijk nou, het zijn helemaal geen vlinders. Kijk dit dan. Ik dacht dat dit vlinders waren. Het zijn bloemen. Oké. Dat zijn bloemen. Dit is namelijk heel leuk om het een beetje omhoog te krijgen. Dat is wel heel erg leuk. Als ik dan zo doe, die aan de andere kant. En dan een los bloemetje. Oké, vind ik leuk. Wat grappig. Zo, die erin. Oké. En dan pak ik een vlinder. Eentje. Kijk hoe mooi kantwerk erin zit. Ik vind het echt zo gaaf spul. En die. Dan dit weg. Die doen we daarin. Goed, dit ga ik eerst een wit laagje geven. Ik maar even een kleine kwastje pakken. Deze. Wat is hier nou? Ja. Dit mag wel gewoon goed wit worden. Dus die doe ik niet verdunnen.
kan hiervoor is misschien nog wel handiger. Even kijken, ik wist dat ik er eentje had. Een sponsorsokje pakken. Kijk, dan wordt hij iets dekkende. Dan krijgt hij een klein beetje relief. Niet veel, een klein beetje texture. Je moet wel voorzichtig zijn, want het is heel breekbaar. Die is even vast, doen we zo meteen wel. En voor de mensen die dat weer vies vinden, pak anders een pincet, kun je het ook heel goed mee vasthouden. Het spanstokje moet ik even wegbrengen. Die kan weer dicht. Ik ga even het stokje uitspoelen. Als je namelijk dat sponsje echt 5 minuten laat staan, dan krijgen ze een hele vieze, gore, harde, witte rand erin. Dat moet je gewoon echt niet willen. Zo, die kan drogen. Nou, mijn handen kunnen ook een schoonmaakbeurt zo gebruiken. Even kijken. Oh, ik had er weer een naar beneden gehold. Die doen we voorzichtig even. Loshalen. Zie je hoe vast het zit meteen? Tuurlijk. Leg ik even aan de kant om te drogen. Kom, kom. Ja, het is zo kwetsbaar. Je moet zo uitkijken. Daar gaat deze al. Kijk. Zie je hoe kwetsbaar. Ja, nou, dan hopen we dat we deze in één keer eruit krijgen. Deze is wel iets grover. Moet ik ook wel uitkijken dat ik niet meteen met mijn pincet in mijn mat zit. Dan word ik ook niet vrolijk. Ook vast. Kom op nou. Ja. Oké. Okay. Nou, dan kan je zeggen, ik laat het drogen en ik haal het met een kaartje eraf. En daar komt mijn jongste. Hoi. Hoi. Daisy. Als je het laat drogen, dan duurt het wel even. Maar dan haal je even een oud bankpasje er langs. Trek je het er zo vanaf. Oh, je hebt nog steeds mee. Ik heb geen tijd om, of geen zin om te wachten. Dus ik doe het
Gewoon even zo. Zo. En dan. Dit moet drogen. En mijn boek zal nou inmiddels wel droog zijn. Oh, deze schoonmaker is ook gewoon open bovenop. Een beetje belangrijk om je gereedschappen schoon te houden. Ik zie dat mijn water van mijn kwasten inmiddels melk is geworden, dus je moet soms ook eventjes vervangen worden. Zo, nou mijn handen. Nou, dat vind ik niet zo heel erg. Het geeft niet af, het is droog. Oké. En dan, die is weer droog. En dan, nou moeten we hem gaan op kleur brengen. Dat ga ik doen met sponsstokjes of tamponeerkwastjes zijn het. 1, 2, 3 kleuren. 3 kwastjes. Dit is voor mij een techniek wat ik nog niet 100% onder de knie heb, maar goed, dat hoeft ook niet. Ik pak even een paletmes. En dat doe ik omdat ik wil gaan mixen. Dit is verf van de Lucien's Paint. Ik vind het een geweldig spul. Je kan het heel goed mengen met water. Dan wordt het wat, wat dunner. Logisch ook wel. Nou. Zullen we kijken of we het een beetje dezelfde tint kunnen maken. Ja, volgens mij gaat hij wel aardig die kant op. Voor de tamponeren heb je ook geen bergen met verf nodig. Kijk, het is veel donker natuurlijk. Het zal altijd wel donker blijven. Maar we kunnen nog met wit eroverheen werken. Nee, dit gaat best wel lekker. Zo. Die maken we meteen schoon. Dan hebben we even witte. En we hebben... Oh, een blauwe die water afgeeft. Zit daar? Er zit glitter in. Deze moet je dus eerst schudden. Oké. Wat is dat dan? Het is echt gewoon water. Oké. Poging nummer 2. Nog steeds water. Wat is dit dan voor verf dan? Ah, nu hoor ik hem niet meer. Zal die nou goed? Oh, kijk. Hé? Wat is dit dan? Oeh, nou. Ik kreeg dat bij een bestelling. Maar ik denk niet dat dit echt bruikbaar is. Wat is dit dan, joh? Het is gewoon één dikke klont. Wat moet ik hier nou mee? Ik vind dit ook niet echt een verkoop iets voor een... Dat je zegt van, nou jongens, dit gaan we ook gebruiken.
Gaan we meteen alle kleuren van aanschaffen? Nee, dus. Oké. Okay. Texco. Komt dus bij mij niet erin huis. Jammer, want volgens mij is het best wel heel erg mooi. Als het zo werkt. Ga eens even kijken als ik het in een potje ga mieteren. Haal ik dat ene potje er toch weer uit te prullen. Dit potje haal ik eruit. Die ga ik schoonmaken. Dan gooi ik het hier in, zit daar eens in. Kijken hoe we ermee kunnen. Oké, die gaan we niet gebruiken. Zo, dagverfje. Dus dan moeten we een blauwe hebben. Dan pakken we van de Lucien's Paint. Dan moet ik het zoeken. Oké, hun hebben dus niet echt lichtblauw, of je krijgt perwinkelbloem, nooit van gehoord. Maar ik vind het meer een beetje korenbloemenblauw. Of je krijgt een donkere blauw. Dan hebben ze geen lichtblauw, dat is maf. Maar goed, lichtblauw kunnen we wel weer maken. Misschien is het handig als je hem open doet, dat je ook eerst de plastic eraf. Het is wel een hele mooie kleur. Die smeer ik even hierop uit. Het voordeel van de Lucien is, die hoef je in principe ook niet te draaien of te mixen. Of te mixen, te roeren, schudden. Zo, maak hem zelf toch lichter. Oké, nou. Alles weer even schoonmaken. Inclusief mijn handen, die zijn nu ook blauw. Maar dan. Deze hou ik voor het wit. Dan gaan we eerst even kijken. Die blauw is heel donker. Dan kunnen we nog doen met wit. Wat we gaan doen, we gaan de kleur verdelen. Gewoon verdelen. Niet te veel verder van je kwast nemen, dan krijg je echt hele donkere stukken. Je gaat ook met de verf overlappend op je, ja, het komt door het metaal, overlappend op je rijstpeper. Gucci, nee! Nou, ze devastatie is meteen beledigd dat ik gewaarschuwd heb. Ik heb een stoel bij mijn kast staan. Voor als Enzootje beneden wil computeren, samen met Jean.
En zij denkt, oh, dan kan ik mooi even in de kast klimmen. Nou, nee dus. Ik ben nu eerst het groen even aan het verdelen. Even een beetje kijken, waar ga ik wat hebben. Ik denk toch dat ik wel heel veel witte tussendoor ga gebruiken. Ook om de felle kleur toch wat af te matten, zeg maar. Volgens mij ga ik steeds zachter muntelen. Dan kunnen we straks zeggen van goh, wat doen we met de randen? Die kunnen we nog extra gaan aanzetten. Wat is er? Kunnen we nog extra gaan aanzetten? Hoor je de mouwen? Zo schattig. Je krijgt even geen aandacht van. Nou ja, dat kan ook niet altijd. Dan moet je wel heel erg zielig gaan zitten. Dan moet je wel heel erg zielig gaan mouwen. Ja, ik wil natuurlijk wel een beetje aandacht krijgen. Werk ik dus niet vanuit de pot. Nou ja, het maakt niet zo uit. De kleuren mengen zich toch wel. Kijk, want je gaat gewoon toch door elkaar heen. En ik ga er gewoon weer. Ik ga er straks gewoon met wit overheen. Dat wordt veel te donker anders. Dat elastiek, daar gaan ze een ander systeem voor moeten hebben. Dat je het eruit kon halen of zo. Even kijken of ik hem een stukje naar boven kan doen. Want ik werk volgens mij lekker uit beeld. En jullie zijn heel stil. Zijn jullie allemaal zo braaf aan het kijken? Of hebben jullie gewoon niks te vertellen? Oh, weer naar boven. Nou. Mijn eigen ook lekker ondertussen lekker onder te smeren weer. Weet je wat ik nu altijd denk, hè? Dat was ook toen ik met die boarding bezig was voor in de keuken. Denk je, wat moet dit in godsnaam worden? Het ziet er niet uit. Het ziet er ook niet. En dan als het klaar is, denk je, oh super. Want dit is natuurlijk niet de enige kleur die erop gaat. We houden het niet bij verf, want ik ben helemaal geen type van verf. Dit is alleen maar puur nog steeds de basis. Kijk, hier nou zie je dat het een beetje in één gaat lopen. Dan gaan we eerst eens eventjes beginnen. Kijk, die werk ik wel vanuit de pot. Met dit. Dit is nog nat. Kijk, dat gaat beter.
gaan de kleuren zich goed mengen door het witte heen, waardoor het geheel allemaal wat zachter wordt. Dit is trouwens niet bevorderlijk voor mijn schouders, merk ik, maar dat geeft niet. Wordt dit wat of niet? Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Je hebt ook zomaar kans als ik het echt helemaal drie keer niks vind, dat ik er zo de potjes wat eroverheen gooi. Hè? Dan begin ik gewoon opnieuw. Dit lijkt me heel erg saai om naar te kijken. Ondertussen wel even mee gluren bij jullie natuurlijk. Op de camera ziet het er heel anders uit dan wat ik zie. Ik zie wel dat ik steeds mijn boekwerk naar beneden trek.
waardoor jullie me minder zien. Ik weet het niet. Even maar. Nou, de zon is ook weer gaan schijnen. Dat is ook maar één buitje, denk ik. Nou, nou. Het is aardig een blauw stuk. Het is gewoon lichtblauw geworden, zie je het? In mijn kwast. Het is even wat minder. Zo. Nou, bijna, bijna. Ik kan die even drogen. En dan eens even kijken hoe we ermee moeten. Oké, dit laat ik eerst drogen. Die gaat daarin. Even de
kwasten goed uitspoelen, want mijn ding zit vol. Nou, kom, kom. Als ik er weer in mijn handen. Hier daar. Die witte heb ook eentje. Zo, even een nieuw zakje pakken voor de bloem. Ja, ze zeggen als het met die papiertjes er nog op zit, hoeft het niet, maar ik weet het niet. Oké, okay. Nou die moet even drogen. Dat ga ik even schoonmaken. Dit is echt heel veel en heel vies en... van de kant. Ja, het verf drogen we heel snel. Zie je hoeveel het is eigenlijk? Weinig je gebruikt. Ik maak het gewoon schoon met babydoekjes. Het viel me trouwens op dat ik deze nu van Teddy Care. Daar heel veel van weet ik niet. Volgens mij wel. Ik weet gewoon niet waar ik die vandaan heb. Maar er zit iets van alcohol in, heb ik het idee. Ik had gisteren met alcohol gewerkt. Of eerder gisteren had ik met alcohol gewerkt. En dan kon ik redelijk mijn handen mee schoon krijgen. Nou, normaal kan het echt niet. En dan heb je echt wel een flinke alcohol nodig. Wil je het er mee afkrijgen? Sterker, het is gewoon in mijn vingers nog. Of in mijn nagelriemen nog te zien. Nou, zo even. Hopla. Zo. En dan deze. Even die doen. Ja, het zonnetje schijnt weer. Ja, weer regen. Weer regen. Zo, nou ik heb mijn tamponierkwast even in een bak staan met water. Die hebben altijd wat langer nodig. Hai, goedemorgen Beb. Wat ik al gedaan heb. Een hoop troep gemaakt. En tot nu toe zeg ik, nou ik vind er nog helemaal niks aan. Maar goed, daar heb ik wel vaker last van. De achtergrond is in de gesso gezet. Ik ga het zo laten zien hoor, even mijn kwasten drogen. En ik ben met Delusion Paints, nee dat is niet waar, daarna heb ik een Chinese Mindful Rice Paper, heb ik verdeeld in stukken gemaakt, verdeeld over de achtergrond.
En toen met de blauwe, de witte en de, ja, wat is het, de jadekleur, zeg maar, ben ik er overheen geweest te tamponeren. Nou, toen heb ik eerst de boel even schoongemaakt. Ik heb van Visienka heb ik wat chipboard figuren in de gesso gezet. Nou, dat dus. En daar ben ik gewoon alweer een uur mee bezig. Belachelijke. Oké. Nou, dit is hem tot nu toe. En ik denk bij mijn eigen... Eeuw. Dat dus. Eeuw. Even denken. Ik ga er soms toch een bruin tin bij pakken. Ik ga dit eerst even drogen. Dus even herrie maken. En daar is Gucci. Hallo Pompom. Wat, nee joh. Nee joh, geen bruin tinten. Nee joh, hij is wel leuk. Nee joh, ziet er niet uit. Vertel, wat is nee joh? Ik moet even, de verf moet even heel goed droog zijn, hè? Nou, dat is je dus voor gemeten. Wel bruin, ja, vind ik ook. Ik ga hem vintage maken. Ik ga hem toch harder zetten hoor, droogt het toch beter. Nou, dat duurt nog een uur. Het zijn wel heel veel laag op elkaar natuurlijk. Die leg ik even aan de kant. Even kijken. Ik heb hier... Heb ik... Uit een projectje over wat ik gedaan had. Goud acryl. En dat acryl... Neem ik een beetje van eruit. Doe kom maar mat. En dat maak ik nat. En dan ga ik hem een beetje verdunnen met water. Dan wordt het een beetje een inkt. Hier kan je trouwens ontzettend leuk craftpapier mee kleuren. Kijk, mooi vloeibaar. Goedje zonder brokjes. En dan ga ik de bloemetjes. Even mijn ding. Alleen een laagje geven. Niet veel, alleen een dun laagje. En dan, oh, blijf staan. Gaat hij iets, als het goed is, iets shimmeren. Wat doe jij? Pompom. Hé, hey, ga daar eens uit. Ze heeft de doos met de Visienka gevonden. Pompom, toe. Wat doe jij nou raar? Tja, een katten en een doos. Oh, ze wordt alweer opgeroepen. Maar katten en een doos, ja, nou ja, dan weet je het eigenlijk wel, hè.
Het is omdat hij net even een tintje krijgt. Niet veel. Hoeft dat niet veel. Maar er zit hier al een soort van een, ja, een glimmertje in. Of dit gaat combineren met wat het uiteindelijk wordt, weet ik niet. Anders dan doen we er gewoon overheen. Ik zit ook te denken, we kunnen hem ook embossen. Maar goed, we zien het wel. Van tevoren weet ik het eigenlijk nooit 100% hoe iets uitpakt. Ik heb iets in mijn hoofd zitten en dat verandert ook altijd weer. Ik kan ook nog zeggen, ik ga het met folie doen. Dat zou ook nog leuk zijn. Dan wordt het wel heel erg bling, bling, bling. Kijk, want je ziet het eigenlijk, nou, niet echt super veel. Iets. Zo, die kan weer drogen. Ja, gaaf hè. Ik dacht eigenlijk eerst dat vlinders waren. In de verpakking. Want dan zag je echt alleen maar dit. Ik denk, nou, dat zijn vlinders. En ik haal ze net uit de verpakking. Ik denk, oh, vlinders met een steeltje met blaadjes. Wel heel gek. Dus ja, ik vind ze erg schattig. Zo. Zie je hoe weinig je maar nodig hebt? Ik pak altijd veel te veel ervan. Die gaat weer even terug. Zo. Nou, zal het daar nou een beetje droog zijn? Schiet het nou al een beetje op? Of? Nou. Ik vind het nog niet helemaal droog. Dus ik ga hem toch nog even verder droog blazen. Sorry, ik ga toch nog even herrie maken. Ik wil gewoon niet drogen, jongens. Wat is dit dan?
is echt alles wat nog glimt. Ja, dit zit er tegenaan. Het droogt heel langzaam vandaag. Ik snap niet waarom. Dan weet ik heus wel dat er meerdere lagen op elkaar zijn. Maar moet het zo lang duren voor de acrylverf? Normaal is dit echt zo droog. Kijk, dit glimt ook wel, maar dit is droog. Hier begint hij, dit pikt. Nou komt hij er. Lastig zien als je handen. Dit is nog een beetje pikkerig. Nou, bijna. Het is nog heel warm. Die kant is droog. Dat heeft even geduurd. Zo. Oké, en dan? Had ik van Heidi Swap masks. Dit is een ander soort mask als wat jullie kennen. Oh, ik zal hem via de andere kant doen. Vroeger kon dat gewoon eraf. Ja, zo. Dit moet je zien als een stencil. Je plakt hem erop. Hij blijft er niet op. Er zaten er twee bij deze. Vond ik wel heel erg gaaf. Heidi Swap ken ik eigenlijk al jaren. Ik ken hem niet in het echt. Oh, hij is wel heel gaaf. Ik ken hem niet in het echt, maar ik ken haar producten wel van vroeger. En ja, ik vind ze echt vreselijk mooi. Nou is het niet de bedoeling dat dit erop blijft, maar wat gaan we doen? Ik pak een bruine inkt. Ga ik voor Cadbury Twix of Bonnotsteen? Wat zal ik doen? Die heb ik toevallig voor me liggen. Ik heb de Twix lichter. En ik pak mijn borsteltje weer. Het begint toch een verslaving te worden. Wat ga ik doen? Ik ga heel zachtjes, want mijn, de inktdoos is vrij nat, over de bloem. Zodat er een dun laagje bruine inkt over de koffer komt. Gebruik echt heel klein beetje inkt. Je kan altijd inkt toevoegen. Kijk, nu wordt hij wat bruiner. Maar je kan inkt nooit meer afhalen.
Dus je kan beter zeggen, nou, ik wil hem donkerder hebben. Ik ga er nog een keer overheen, zoals wat ik dus doe. Maar je kan nooit meer zeggen van chips. Veel te veel. Oké, ik laat de mask heel even staan. Zitten, niet staan, maar laat hem zitten. Datzelfde doe ik hier aan de voorkant. Dit is de voorkoffer, want die komt er klap overheen. Ik begin van, op een dichte bloem, eigenlijk. Want deze sluit niet aan op de rand. Die wel. Echt goed over dit hele masking. Dit is zo leuk. Kijk, ik weet natuurlijk wat er gaat gebeuren. En als jullie vaker filmpjes van mij kijken of gezien hebben, dan zouden jullie kunnen weten wat er gaat gebeuren. Dit is zo leuk. Dit is dan voor mij een nieuwe. Ik had het gedaan de laatste keer met bloemen. Oké, ik ga hem eraf halen. Heel voorzichtig. Want je wil natuurlijk niet dat je achtergrond scheurt. Kijk. Hoe cool is dat? Dan ga ik deze op een andere plek even erbij leggen. Niet in mijn inktdoos laten vallen. Zo ga ik de hele koffer bekleden. Hier leg ik, ik leg hem met het takje naar beneden. Zo, het hoeft niet over elkaar. Dit is gewoon puur achtergrond. Nog steeds maken wij de achtergrond. Doordat we de bruin over de gehele koffer eigenlijk doen, op de plekken van de masker, betrek je alle kleuren bij elkaar. En wordt het weer verder één geheel. Kijk, hier weet ik, hier komt niks te staan. Dus hier ga ik gewoon met mijn inkpet over, met mijn borstel overheen. Hetzelfde geldt als hier. Daar komt niks meer bij. Dus dan maak je het één geheel. Dit stuk, ik heb geen inkt. Ja, het is echt heel mooi dat. Dan gaan we ook hier overheen doen. Dat vind ik een voordeel van maskers. Nou heb je natuurlijk ook de maskers die je gewoon als stencils hebt. Deze heb dan een plaklaag, dus dat werkt gewoon makkelijk helemaal voor dit soort dingen. Hier dan even de kwast overheen halen. Maar het is gewoon heel mooi. Het is niet dat je zegt van wauw, jeetje, er is wat aanwezig. Je ziet het en er houdt het mobiel. Hier leg ik hem nog wel even bij. En doe ik ook met deze. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Zo'n stukje. Maar ja, ik vind het echt mooi. Nou zie je ook dat het papier veel beter gaat overlopen. Hier zit niks. Dus die... Oh, ben ik uit beeld. Hier zit niks. Dus ook daar gaat even mijn borsteltje overheen. Even een samenhangend geheel wordt. Oh, een diepe zucht vanuit de huiskamer. Volgens mij lukt het niet met zo'n game. Ja, en hiervoor moet het verder wel droog, goed droog zijn. Dus ik hoop ook dat hij ook echt goed, goed droog is. Anders trek ik het eraf. En hij is droog. Maar kijk eens. Het geeft wel een beetje een extra vintage look wel weer, hoor. Kijk, er wil iets zitten. Oké,
Dan moeten we nog aan deze kant vennen. Ga ik jou op zijn kop plaatsen. Even kijken, ik wil hem niet helemaal op de bloemen hebben. En zijn het eigenlijk twee dezelfde? Nee, deze is groter. Jou zet ik op deze tak. Zo. En dan heb ik hem helemaal gehad. Ja, is leuk, hè, Anneke. Goedemorgen. Nu wordt hij leuk. Net toen ik hem alleen in de verf had zitten, toen dacht ik bij mezelf een... Serious? Ew. Maar zo nu als je met die mask eroverheen gaat en met, toch met inkt, ik ben toch wel een inktliefhebber, dan ja, absoluut. Daar word ik toch wel vrolijk van. Dus het inkt is toch wel meer mijn dingetje dan verf. Ondanks dat ik het dilution inkt, of dilution verf heel erg gaaf vind. Hoor. Ja, inkt, ik weet het niet, op een of andere manier is dat veel betere combinatie. Ik en inkt, of inkt en ik. Oké, gaan we hem hier nog even bij elkaar zetten. Die mag eraf. En die mag eraf. Kijk, wat een verschil is dat zeg. Wauw. Even kijken, gaan we deze weer terug opzetten. Dit is de grote, dit wordt de kleine. Nou, zoiets. Ze zijn gewoon herbruikbaar, hè, deze. Oké. Even wel goed aandrukken op de ondergrond. Zo, in zijn jasje. Nou ja, het inkt dat droogt wel heel snel, dus dat is dan weer wel een goede oplossing. Nou had ik wat stencils gepakt. Oh, ik had ook deze nog. Ik denk, oh, dat is misschien ook wel heel erg leuk om in te verwerken. Maar, waar? Want als ik hem dicht doe nu, zo, ja, dat staat best wel cute, toch? Wil ik deze hier? Dat kan het. Nou, daar komen dan. Ik denk toch dat ik een bruine ga maken. Die kwam erop. En die kwam erop. En dat bloemetje komt ernaast. Dat kan niet. Dus ik zet dit bloemetje zet ik erin. Zo. Of ik zet die vlinder erin. Ik zet die vlinder erin. En die zet ik hier tegenaan. Zodat het hierbij hoort. Eigenlijk moet de contre kant hierop leggen dan. En dan deze. Fijne zaterdag, Carina. Doeg, doeg. Nou, weet ik nog niet waar ik niet mee. Zoiets moet dat. Wil ik dat? Moet niet. Dit is eigenlijk wel leuk. Maar ja, ik heb er niet meer geschilderd. Dus die gaat weg. Nou had ik stencils. Even kijken. Ik denk dat dit wel een hele mooie is. Om delen erop te doen. Ja, en tekst werkt ook altijd, hè. Ik vind die hartjes. Het is een leuke stencil, maar deze is zo moeilijk. Je krijgt strepen. Misschien leuk om hier en daar een stuk te doen. Die, die en de tekst. En dat wil ik gaan doen met pasta. En niet met gewoon pasta. Maar met pasta met een structuurtje. Ik ga jou openmaken zodat ik dit makkelijker eraf krijg.
Dan mag het wel even allemaal op elkaar liggen. Ik kan geen kwaad nu. En dan gaat die zo. Pasta met structuur. Ik ga beginnen met deze. Ik denk dat ik deze namelijk in zijn geheel erop wil. Op de achterkant. En ik gebruik daarvoor de Cadence. Als ik dus zacht praat, moeten jullie het echt zeggen hoor. De Cadence heeft namelijk een lekkere zandkorrel erin. Kijk, dit is de texture. Relief pasta. Hoor. Je hoort hem al. Zo lekker spul dit. Nou, hoop dat hij goed blijft liggen. Ja, hoor je dat? Dat is graag. Ik ga een deel doen. Ik ga hem niet helemaal doen. Oh, die is gaaf. Oh, dat is wel heel erg leuk. Ik ga hem niet hierop doen. Daar is hij te groot voor. Ik ga hem wel hier een stukje doen. Even kijken. Ga ik dat daar doen? Ja. Wat ga ik doen? Ik denk dit deel. Is wel erg leuk. Jou wil ik er niet bij. Zo, jou veeg ik weg. En hier een stukje. Oké, ik ga dit stencil, doe ik even in het water. Als ik dat namelijk niet doe, dan kan ik hem weggooien. En daar heb ik niet zo heel erg veel zin in. Oké. Nou, meteen mijn paletje even schoongemaakt. Mijn paletmes. Die ligt in het water. Oké, dan pak ik voor de... Hij is wel gaaf, zeg. Dit is ook echt wel pasta. Kijk, wat heel, echt heel dik erop komt. Ik had hier een doekje of een zakje. Pak ik toch nu de andere pasta erbij. Dan wordt het iets dunner. Even kijken hoor. Wat ben jij? Ja. Dit is de texture paste. Opaque mat. Dat is de gewone pasta. Die is glad. Die vind ik persoonlijk mooier voor de teksten. Maar dit is ook echt wit. En deze is ook wit. Maar hij heeft toch meer een beetje een grijs tint lijkt wel erin zitten. Hier doe ik hem wel overheen. Nu. De pasta van Tim, of eigenlijk Ranger, tegenwoordig is die van Tim, is het Distress geworden. Die is flexibeler. Dus ik kijk niet wat ik erop zet. Ik smeer er gewoon op.
Zo. Hier ook nog een stukje. Door die ringband is het best wel heel erg best wel lastig. Ja. Dit prop je terug, niet alleen aan de rand laten, want dan droogt het uit. Prop het even terug op een hoop. Ook hier geldt zakjes ertussen. Doe je het niet, kan je hem weggooien. Dit moet even drogen. Ga ik even mijn stencil schoonmaken. Zo. Die liggen te drogen. Paletmes heb ik over hier. Oké, en dan. Hij moet eigenlijk iets bruinen. Ik wil de randen sowieso bruiner hebben. Maar hij moet eerst droog. Ik ga de hartjes toch niet gebruiken. Dus ik ga weer feunen. Het is niet anders. Dus je hebt mixed media op je muur gedaan. Ja. Ik hoop dat die structuurpasta van de Cadence, dat die ook wel een beetje snel droogt. Ik vind wel gaaf hoe die... Hoe dat bruin, dat verder de twitch, hoe dat matcht met het papier, hè? Het past gewoon. En zo komen de kleuren gewoon ook veel beter uit. Ja, dat was een goed plan. Wat ik zo meteen nog op het allerlaatste moment wil gaan doen, ik ga hem nu nog insmeren met bruin, wou ik zeggen. Ik ga hem nu nog in ieder geval de randen nog even goed beinkten. Ik vind het altijd wel wat mooier. Een beetje een mooie rand, mooie hoeken omheen maken. En dat spul van Vicienka moet er nog op. Maar voordat de Vicienka erop, ja alhoewel. Wil ik hem nog wel even een soort van afplakken ofzo. Dat pasta, ja. Want waarom? Dat ik zei, ik ga hem aflakken. Ik ga hem behandelen nog met een distress, een medium. Maar dan de vintage tint. En vintage tint is een bruin tint. Waarvoor ga ik dat doen? Dat ga ik zo meteen vertellen, of moeten we zo schreeuwen.
Maar dan moet de pasta iets droger zijn. Dan is het een collage medium, wat ik er zo meteen overheen ga doen. Als die helemaal af is, dan wordt die heel licht getint. Ik pak juist de vintage tint. Ik kan ook de transparante pakken, maar dan blijft die zo. En ik vind de vintage tint net even iets mooier. Dan krijgt het wit, wordt dan niet wit, of dat blijft niet wit. Het wordt ook niet bruin, maar het is net dat het felle wit eraf is. Dus ja, is mooi. En ik doe dat collage medium erop, zodat je geen vingertas erop krijgt. Als je nu natte vingers hebt, distress inkt, dat blijft ten alle tijde werken met water. Nou, een mens bestaat 90% uit water. Dus als je hebt altijd vocht in je vingers, of vettigheid, of je hebt altijd wat aan je vingers. Als je dan in de loop der tijd continu dit gaat doen. Nee, je gaat hem pakken, je doet hem open dicht, je laat hem zien. Nou, dan is op een duur allemaal vingertasten en vlekken en dat wil je gewoon niet. Dus we gaan hem straks afwerken met de collage medium. Het is echt een heel gaaf spul. Ik gebruik dat meestal ook in mijn grote projecten. Ook omdat je weet dat het gewoon, ja, eigenlijk, het is van oorsprong een gebruiksvoorwerp. Nou moet ik eerlijk zeggen, het staat hier meer al nou, mooi te zijn tussen aanhalingstekens. Dan dat ik hem gebruik. Maar toch. Ja, dan ga ik de randen aanzetten. Hier en daar ga ik er flinker overheen. Ondanks dat het geen hoek is. Maar dan heb je gewoon een plek met heel veel kleur. Nou, dus dan halen we er gewoon even ding erover. Ja, het is echt heel gaaf spul. Bij kaarten of bij de bladeren, zeg maar, in de art journaling doe ik het niet hoor. Het is echt, kijk hier nou. Het is echt speciaal voor koffers of voor projecten. Het is het beschermen van je papier en van je inkten. Het nadeel, als je het erna dan mag zien, omdat je dit natuurlijk met water in werking kan zetten, gebeurt het ook als je met dat collage medium eroverheen gaat, heb je kans dat het iets uitveegt. Op zich is dat helemaal niet erg. Dat is sterk en dat is gewoon eigenlijk heel erg gaaf. Waarvoor doe ik altijd de randen? Want ik doe bijna bij elk project doe ik de randen. Kun je ook zien aan de canvas. Ja, het is een soort finish inderdaad. Ja, het geeft meer diepte. Het gaat meer leven. Daarvoor doe ik ten alle tijde altijd de randen. Stom, hè? Het gaat meer leven. Het brengt eigenlijk alles echt samen. Ja. Ik vind het altijd wel gaaf. Dan moet ik even uitkijken. Hij is nog niet 100% droog. Zo. Oké. Ik ga hem dichtzetten. Andersom. Dat wilde ik zien. Kijken wat hoe noem je dat nou? Dat vind je van de texture of dat relief paste doet van Cadence. Nou, het houdt redelijk goed. Heel licht ga ik er nu overheen, want je ziet hier de lichte banen. Die willen we natuurlijk niet zo licht hebben. De binnenkant moet ook nog gedaan worden. Kijk, en dan laat ik hem even zo weer droog. Ik laat hem wel even staan. Wat ga ik doen? Ga ik dit nou embossen? En een kleurtje geven? Of geef ik hem wel goud? Of geef ik hem geen goud? Andere kant denk ik, om hier en daar goud embossing te geven, is wel heel erg gaaf. Ja, ik vind ik ook. Ben ik met je eens.
Of, dat ga ik doen. Dat ga ik doen, let op. Even kijken, heb ik daar liggen. Dit ga ik eerst kleuren. Wel voorzichtig. Hij heeft natuurlijk al een heel dun goudkleurig laagje. Dat ga je er nou heel minimaal erin zien. Hij hoeft niet super donker. Nou had ik laatst bij Action een hot foliepen gekocht. Dat zag ik toevallig van de week iemand die had hem gebruikt. Weet ik niet meer of dat bij ons op de groep was. Kijk, hoeft ook niet helemaal egaal. Hij is wel gaaf zo. Hij gaat iets meer opvallen zo. Nou is dat heel leuk, lijkt me dat om te gebruiken. Nee, die had het gebruikt op leer om te testen met namen. Dat was echt heel erg gaaf geworden. Maar wat ik ga doen, ik ga geen hotfolie pen gebruiken. Maar ik ga wel folie gebruiken, maar geen hot. Even kijken hoor. Deze. Nou is dit als het goed is een goud tint. Kijk. En nou dit gaat oorspronkelijk met lijm. Nou heb ik hier al een lijmpen van Nuvo. Dat was alleen de dop, nu de pen nog. Die ziet er ook. Ik moet eerlijk bekennen, ik vind het een vreselijk nading. Serieus, ik vind hem echt, kijk, helemaal niks. Hij wil bij mij ook niet werken wat hij moet doen. Maar met indrukken. Laat hij van hier en daar wat lijm achter. Niet veel. En meer hebben wij ook niet nodig. Want deze leggen wij erop. En als het goed is. Er wel bij als het goed is. Moet hij pakken. Nou. Dat bedoel ik dus. Zo'n goede lijm is dat. Is het een aanrader? Nee, absoluut niet. Tenminste, of ik doe het fout met die Nuvo pen. Dat kan ook. Want kijk, hij plakt nog steeds. Heel minimaal. Waar is mijn boomfolder? Misschien moet dat. Hij doet bij mij gewoon niet wat hij moet doen. We gaan er even een stukje afknippen. Zo. Voordat het hele velletje leeg is. Je zou zeggen dat moet doen. Daar komt lijm. Oké. Dus hier erop.
kapot is, ja. Maar tot dat niet helemaal werkt zoals het moet. Kijk. Ik snap er geen ballen van. Komt wel hoor. Krast er gewoon op. Ja, dat ook. Geldt dat ook voor die nuvel? Dat vraag ik me eigenlijk dus af. Als je normaal, kijk, het is niet zo heel veel, maar het is meer dan genoeg. Als je normaal, ik ga het gewoon proberen, ik kan mij het schelen. De Tiki Clue zou pakken. Nee, niet de Tiki Clue. De, nou kom, embossed met de extra Tiki poeder. Dat kan. Moet je hem ook eerst laten drogen. Daarom zat ik al te lezen. Het staat er niet bij. Het is gewoon echt een lijm. Ah joh. Als je het niet probeert, weet je het nooit, toch? Kijk, het hoeft voor mij echt niet helemaal bekleed te zijn met goud. Want dat is ook niet mooi. Maar het is wel fijn als het even hier en daar een beetje wil pakken. Nou, wanneer zal het dan droog zijn? Tralalala. Tu. Dan zal die nu droog moeten zijn. Ja, nou, het is heel minimaal. Maar goed, oké, boeien. Ze zeggen wel eens less is more. Ik denk dat dit, kijk, leuk met die vieze handen van mij, dat dit zelfs wel meer dan genoeg is. Ik ga hem zo laten. Zo, dan zal die nu goed moeten zijn. Dus leg hem erop. Je ziet hem inderdaad dat hij op bepaalde plekken van de vleugels vast zit. Kijk. Dat dus. Oké. Nice. Nou, dan doen we het zo, wat hij wil. Dus die zijn nog aan het drogen. Ik ga hem niet helemaal goed alles inlijmen. Hoor. Lijkt misschien wel of ik dat doe, maar ik haal hem er heel licht overheen. Dus ik heb geen idee waar het lijm pakt. Al maar al zijn we alweer 2 uur bezig. Die gaan we nu laten drogen.
is grappig. Ja. Ziet er gaaf, hè? Vind ik ook. Niet te veel. Hop. Echt eventjes kijken waar zit de lijm, want dat zie je natuurlijk niet. Het droogt heel transparant op. Toch druk je eigenlijk best wel hard. En toch moet je het voorzichtig doen. Dat is eigenlijk een heel gekke combinatie. Oh, hier zit. Ik heb een heel vervelende haar. Nou, ik heb niet een idee dat hij hier echt tof wil pakken. Weinig lijn weer. Ik denk het wel. Hij pakt hem gewoon niet. Ik vind het wel drama spul. Echt, ik raad het echt niemand aan dat Nouveau Clou-pen. Even kijken. Nu zie ik tenminste waar de lijm komt. Ik denk ook niet dat ik dit in dat spul wil zetten. Dat vindt dus medium. Distress. Medium. Ja, nou die. Ik denk ook niet dat ik dat moet gaan doen. Dus dit weer even aan laten drogen. Ja, ik vind het wel funny. Is echt wel heel leuk. Oké, okay, dit leggen we even hoog. Mijn kraan is achter mij aan het druppelen. Ik heb hem niet goed dicht gedaan. Dat is best wel een heel irritant geoordeel. Dat plons, plons, plons. Nou, kom jong, droog. Het is wel een leuk ding. Glim, glim. Ik denk dat het hier alvast eerder droog is. Dat het hier... Ja, kijk. Nu gaat hij pakken, denk ik. Hier zie je tenminste... Kijk, dat hij... plakt. Ja, dat is hem. Zie je wel. Ik had het weer niet goed gedaan. Oh wow.
Het is gewoon jammer dat hij niet overal even goed pakte. Dus. Hier wil ik nog een stuk. Hier wil ik nog. Raar. En hij pakt echt hele kleine stukjes. Zo jammer, want het is best wel heel erg gaaf. Wat zijn jullie stil? Nou, nog een poging. Een hele dingetje plak. Even kijken, het is wat. Schiet mij maar in de kerstboom. Hij wil gewoon niet pakken. Hier wel. Die een hele mooie vintage rand. En deze kant zegt hij, weet je wat, doe het lekker zelf. Kijk. Want de lijm zit hierop. Hij wil hem gewoon niet. Nou, dan niet. Kan hem niet verplichten. Hier pakt hij wel. Pak hij hem ook niet helemaal. Nou, toch is hij wel heel mooi zo. Kijk, je ziet ook nog heel licht dat van de acrylverf er doorheen. Ik ga hem zo laten. Nou wilde ik. Zo, pak ik die erbij. Ook hier en daar, meer hier dan daar, een beetje erop. Dan had ik een stille hoop. Ja, dat de plaklaag wat hier nog op zit. Dat heb ik namelijk eerder gedaan. Er zit niet veel. Er zit lijm. Wat van de, dat afgekomen is, zit nog hierop. En dat is het enige wat ik eigenlijk overbreng. En dat blijft hangen aan de koffer. En is dat nou veel? Nee. Niet gewoon. Wat ik met mijn nagel erop kras. Kijk, dat komt erop. Zit daar lijm? Prima. Dan brengt hij het over. Zit daar geen lijm? Brengt hij niks over ook. Zie je? Oh, wauw, die schaaf zich. Hier zat geen lijm. Dit is gewoon heel leuk. Restjes. Niet weggooien. Dit soort dingen is dat erg gaaf. Het is gewoon een kleine. Nou, zit hier niks meer op. Nou, praktisch niet. Het is
Gewoon kleine elementjes wat je eigenlijk aanbrengt. Kom. Ik krijg nu te pakken. Kijk, ik weet niet of we dat kunnen zien. Oh, hier zit een grote stukje zelfs. Kijk. Zien jullie het? Dat is gewoon echt. Hier ook. Zo. Kijk hier, het zit echt heel minimaal zit het erop. Oké. En dan doe ik deze even weg. Ga ik. Ik moet eigenlijk nog tekst op, hè? Is het. Kijk ik via de camera meteen zien? Nee, het is haast niet te zien op de camera. Misschien zometeen, hoor. Als het klaar is. Die college medium. Dit. Deze. Even in een nieuw zakje doen. Ik ben het zakje aan het scheuren. Dristress. College medium en de vintage. Je hebt het in crazy. Dan gaat het scheuren. Crackles. En je hebt de matte. Dat is gewoon de transparante. Ik ga de vintage gebruiken. En ik krijg zometeen een nieuw zakje, want ik trek hem net zak. Ja, dat is mooi, hè? Ik ben eigenlijk nu wel happy, hoor, ermee. Dit is hem. Dit is heel zuinig in gebruik. Het is eigenlijk net als de pasta. Waarmee je de rijstpepers plakte. Of waarmee ik ze plakte. Echt heel zuinig in gebruik. Ik heb een speciale college medium brush. Kijken of ik hem even snel kan pakken. Ja. Ik haal hem even langs de hand. Want altijd als je hem net uitgespoeld hebt, je blijft altijd wel iets dat hij stevig is. Ik zal die iets meer naar boven brengen, zodat het wat duidelijker te zien is. Klein beetje en je gaat hem echt goed uitstrijken. Niet je hele kwast erin daar, want je werkt echt met de top. Begin van buitenkant. Je ziet hier, kijk, de minium gaat in de pasta zitten. Maakt niet uit, even goed heen en weer. Alle randjes wat er nog ruw is, van het verf, van de pasta, gebruik die. Waardoor je een geweldige vintage look krijgt. Als je heen en weer gaat, eigenlijk één baan houden. Ik doe het alleen even, zodat hij zeker weet, hier pakt. Maar ik maak lange streken. En ik laat hem gewoon vallen af en toe. De inkt, die hadden we netjes op de rand gesmeerd, die gaat hij ook uitvegen. Zoals hier. Heb je dat van de college, de paste met dat zand erin. Kijk, je ziet dat het witte nu minder wit is. Kijk hier. Alle ruwe plekjes. Geeft hij een prachtig, ja, ik vind het een heel mooi spul. Echt, ik zeg wel eens, we love Tim, nou echt. We do. Even in de naden. Ik zet hem iets krom, zodat hij ook goed in de naden komt. Komt hij ook weer mooi in de pasta. Ik ga hem nu weer even neerleggen. Hier zie je dat het witte nu helemaal weg is. Het felle witte vergeleken met die, ja, is er niet meer. Je ziet hoe weinig ik ook maar gebruik. Even krom maken, zodat hij goed in de naden. Oh, niet te ver. En dit spul, je kan niet zeggen ik ga tussendoor even gezellig naar de toilet of koffie inschenken. Niet doen.
Want het droogt vreselijk snel. Kijk, hier glijdt hij heel makkelijk overheen. Dus tik het tot hij te dik is. Je inkt die je gebruikt hebt voor de stencils. Zal je zien, die verspreidt hij ook meer. Hier haal ik hem even goed zo. En zo is hij helemaal afgewerkt. Oh, nieuw doekje. Deze. Dit potje is eigenlijk het begin geweest. Nou, wanneer heb ik mijn allereerste project gemaakt? Ik denk 1 jaar of 3 geleden. En toen had ik voor het eerst dit potje. Nou, hij zit nu nog voor de helft. Zo lang mee. Maar ja, je gebruikt hem ook hier bij elk project natuurlijk. Je hebt ze ook in het klein. 4, 3 potjes. 3 van die verschillende college mediums voor. Zijn ze, €15. Kwast in het water. Oké. Dit gaat even drogen. Dit gaat heel snel. Je ziet de kleuren nou, leuk hè? Wat ik zo nog ga doen is toch nog een keer de rand aanzetten, want de rand is weg. Het was een vernis, dus superveel zal die, ja, is gaaf hoor hè. Superveel zal die niet pakken. Wat een verschil met aan het begin hè, het kleuren heel fel. En dan nu, die is droog. Kijk, ik ga nog 1 keer de rand, die nog niet. Die is nog wel vochtig. Dit is ook nog van de college medium. Nee, niet. Zo. Dat is beter. Ik wil dan mijn donkere bruin pakken. Die heb ik hier natuurlijk niet liggen. Nu, zal wel. Even kijken. Heb ik die op de stapel? Of kan er net niet bij. Net wel. Oh, mijn lama. Oh nee, mijn alpaca. Ja, die heb ik hier. En daar heb ik geen sponsje momenteel voor klaar, dus pak ik deze even. Ground espresso. Ik werk zo graag niet met die dingen, hè. Ik vind dat drama. Het is beter. Oké, we gaan op een andere manier doen. Ik druk hem af.
toch? Dat is groen. Net even het randje. Net even wat afgewerkte. Je ziet aan de voorkant pakt hij bijna niks. Dat komt door die college medium die er overheen is gegaan. Dat sealt hem eigenlijk ja, dicht. Wat er dan nog van blijft hangen is in de nerven. Dat je met een kwast streken maakt. Daarom ga ik ook gewoon eroverheen. Echt, inkt is zo'n leuk spul. Kijk, ik vind hem hier toch te licht. Let op. Hey, koetje, ben je er weer? Kom hier even kijken. Hier zie, vind ik hem te blauw. Zo werkt niet meer. Dan ga je hem echt heel duidelijk zien. Net eventjes nog die vintage bruine omhoog trekken. Zie je? Wow, ik ben er zo gek op. En met inkt durf ik. En mijn verf niet. Voilà. Dan nu. Die is hier wel heel erg cool. Gaan we die erop zetten. En ga ik wat even zitten. Ja. En die heeft wel droogtijd nodig. Die naaldflesjes zijn hier echt helemaal super voor. Hallo. Oh. Kom even glimmen, dan ben ik klaar. Hoor. Ik heb hier een koetsje die zit onder me te kijken van hallo, ik kan helemaal niks zien wat jij aan het doen bent. Oh, wacht, zo wat opgetild. Hé, hey, poepie. Wat doe je? Ga je niet schrikken? Ja, dat was toch wel eng. Als ze kijkt, gaat ze weer schrikken. Dat is gewoon een gek ding. Van wie? Van Kutsi? Als ik een foto ga maken, ben ik niet meer bezig. Hè? Dan heb ik de live al afgesloten. En die zetten we eronder. Plak nog steeds van de lijn. Staat er wel goed bij zo. Oh, van het project. Ja, natuurlijk. Sowieso. En ik upload hem ook weer naar YouTube toe. En ik deel hem zo meteen. Dus gauw ik hem afgesloten heb, deel ik hem ook weer op de groep. En dan zal ik er een foto bij zetten. Was Uno. De vlinder gingen we erin doen, maar die gingen we kijken. Kijk, die kan mooi zo. Ik vind hem leuk. In mijn naaldflesje. Ik gebruik gewoon Tacky Glue.
En ik verdun hem heel klein beetje. Nou heb ik gehoord dat de lijm van Dutch Doobadoo niet verdund hoeft te worden. En dat die ook heel erg goed is. Maar ja, die heb ik niet. Ik heb iets van 10 flessen Tiki Glue van Alice in voorraad. Eigenlijk bij iedere bestelling die ik doe, kijk ik altijd, hebben ze ze voorradig? Zijn ze gunstige prijs? Zijn ze in de aanbieding? Weet ik voor wat. Laatste keer bij mijn project, toen had via Scriptaculair had ik een workshop weer gedaan. En die had ook die flessen en die waren vrij goedkoop. Dus daar had ik meteen weer 10 besteld. Weer een hoop geld kwijt. Maar ja, of ik ze nou in de winkel gewoon moet halen. Dan zijn ze 4, 5 euro die flessen. Dan zijn ze gewoon super duur. Dus dan haal ik ze gewoon op voorraad. Of als ik bij Creftelier ga bestellen. Die hebben ze ook vrij goedkoop. Dus dan vul ik altijd het bedrag aan met lijm. Ideaal. Oké, deze gingen we erop zetten. Zo, en dan deze. Pas toen ik tot die aan de buitenkant kwam, ja, dan had ik helemaal niet weggekomen. Ja, net als nu. Ik ga hem hier zetten. En nu hebben we nog één blommetje. En die ga ik hier. Oh, maar past er net niet. Net niet helemaal. Nou ja, maakt niet uit, want hier en daar staat hij ook omhoog. Zet hem daar tegenaan. En dan zijn we na, wat is het? 2,5 uur of zo? Ja, zoiets. 2,5 uur is die af. Tadaa, gaat die dicht. En dan zou dit hem moeten zijn. Dit gaat goed. Hij is nu leeg natuurlijk, hè. Ik wil eigenlijk nog iets doen met het elastiek, want dat vind ik afgrijzelijk. Kijk, oh, dit is wel gaaf, jongens. Even netjes eromheen zetten. Dat wordt hem. Of dit is hem. Ik vind hem erg leuk. Ik haal hem er even af. Ik kan niet even goed drogen. Want dit is natuurlijk nog hartstikke nat. Dit is hem geworden. De buitenkant van mijn journaling. Er moet eigenlijk nog een tekst op zich te bedenken. Nou, zullen we dat even doen? Ik krijg, als het goed is vandaag, krijg ik oorspronkelijke teksten binnen van Janine. Ik heb hier ook wel wat teksten. Ik ga iets verder praten, want ik hoor een van de kids beneden komen. En dan denken ze altijd meteen van, hé, dat is leuk. Even kijken hoor. Zal ik een... Out of the way of heaven. Session bridges on. Let's go. Hallo. Just love your art. Just start and break with a blank page. Deze. Want wij beginnen natuurlijk met een blanco pagina. Even kijken. Dat vind ik een hele goeie hierbij.
Zo. Dat is trouwens een tekst van Martha, niet Martha Stewart. Waarom doe je dit? Ik kan geen tap dansen, doe normaal. Hey. Hij moet altijd een beetje raar doen. Hoorde je dat? Ja, dat mag. Zo. Even kijken. Of zet ik hem hier? Kijk, als ik nog losse woordjes maak ervan. Hoe is dat? Dat is hem. Dat gaat hem worden. Just that. And break. Ah. Blank pitch. Jij hele van de kant. Want er moet natuurlijk wel ietsje pitje van kleur in. Als je dit doet, dit zijn natuurlijk geprint, hè. Dit zijn niet de officiële. Ik krijg vanmiddag officiële binnen. Maar ja, dan moet je altijd even uitkijken met je inkt. Want je inkt van de... printer. Mijn inkt van de printer is niet watervast. Wat doe ik? Ik druk een klein beetje blauwe inkt. Wat was dat? China? Broken China? Ja, Broken China. Daar zet ik gewoon heel veel water. Dan geef ik hem net even een kleurtje. Laat los. Niet veel. Even geen wit. Laat los. Zo dan. Ja, dat is al. Doekie. Dat laat ik niet eens drogen. Dat heeft toch geen nut om te drogen. Oh, misschien zit het nog in mijn borsteltje. Nee. Een beetje bruin eroverheen. Dan wat het witte iets bruiner. Dit had ook nog gekend voordat we de college medium eroverheen nemen. Zo. Nou, en dan heb je dus nu. Je start, break, base, blank, A. Dit is de helft. Break staat op de helft. Break komt hier. Ik ga dat niet doen met die. Daar is die wel voor. Maar gaan we niet doen. Mijn papier is nog steeds een beetje vochtig.
over met het inkt. Is niet erg, want zo zie je, moet hij over de over het pasta heen. Dus dat kan hij mooi vormen. Wat ik nou klik, 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 dat is het klittenband. Hij is natuurlijk ook nog leeg. Fijne dag, Pip. Tot straks. Zo zie je maar, hè, dat je hebt een album van Janine en je gebruikt het papier van Janine. Maar voor de rest hoef je helemaal niet met haar materialen te werken. Die hebben echt verschillende merken en je kan gewoon ontzettend goed combineren bij elkaar. Maakt niet uit wat je doet, als je maar doet dat jij het leuk vindt. Nou. Vertig, zouden wij zeggen. Ik ga hem even laten drogen. Dan eigenlijk moet je hem laten oppuppen. Door een zwart lijntje te doen. Ik ga dat niet doen, want ik heb nergens zwarte lijnen gebruikt. En anders krijg ik, ik heb hem ook wel Posca. Maar het is toch wel een vrij dikke punt. En dat vind ik niet mooi. Ik ga hem zo laten. Ik ga hem zometeen vullen weer met de pagina's die erin horen. En dan, voor nu, dan zeg ik dankjewel voor het kijken. En ik wens jullie een hele fijne zaterdag verder. Doei doei!